Hallo, ik ben Cornelis van Eck. Woonachtig in Herkingen en hier hebben we een agrarisch bedrijf, een oud familiebedrijf. We zijn al minimaal 4 generaties vanaf 1900 in Herkingen of rond Herkingen werkzaam. Sinds 1984 hebben we hier deze boerderij overgenomen. Het was traditioneel van vroeger uit een gemengd bedrijf met akkerbouw, veehouderij, wat koeien. Mijn vader is overgeschakeld, hij is de derde generatie. Hij ging overschakelen van koeien naar de schapenhouderij naast de landbouw. En ik ben eigenlijk weer, ik heb me mee gespecialiseerd in de landbouw en de akkerbouw. Maar goed, ik ben inmiddels ook 30 jaar akkerbouwer nu. Gespecialiseerd alleen in de akker- en tuinbouw, verschillende gewassen, maar daar ga ik nu mee stoppen. Tenminste mee stoppen, ik ga veranderen, want ik heb 30 jaar heb ik hetzelfde gedaan en dan is een beetje de uitdaging eraf. Dus ik heb besloten dat we biologisch gaan boeren. Dat is een hele andere manier van boeren. Ze noemen het omschakelen en het is ook echt omschakelen, niet alleen op je bedrijf, maar ook in je hoofd. We zijn nu voor het tweede jaar bezig, dus we hebben nu omschakelgewassen geteeld en zijn we gaan telen. En dit jaar hebben we voor het eerste stukje echt biologisch. Nou, zoals ik net al zei, we zijn een omschakelbedrijf op het moment, zoals je dat noemt, omschakeling naar biologische landbouw. En een heel belangrijk facet is daarbij, de naam zegt het al, de natuur, dus de bodemkwaliteit. Om de bodemkwaliteit in optimale conditie te krijgen, ga je rustgewassen telen. En daaronder onder andere is dat bijvoorbeeld een grasklaver, die eigenlijk de bodem verbetert, meer voedingsstoffen in de grond brengt. En zodoende je kwaliteit van je grond op peil brengt om een aantal jaar met minder meststoffen toe te doen. Wij telen grasklaver nu voor het eerste jaar. We doen dat in samenwerking met de Mekkerstee. Om zo ook aan de toekomst te denken. Mekkerstee is een biologisch geitenmelkerij die ook een kaasmakerij heeft. Toekomstgericht is dit, noemen ze dat. De minister heeft heel veel gepraat over circulaire landbouw gesloten bedrijven creëren. Nou, dit is eigenlijk, dat willen we hiermee tot stand brengen. Wij leveren de grasklaver aan de Mekkerstee. En de Mekkerstee levert de geitenmest die zij over hebben bij ons. Om de overige landbouwgewassen te bemesten. En zodoende dat we een optimale groei krijgen. Qua duurzaamheid is een grasklaver die teel je voor 2 jaar. Die zaai je in. Die wordt 2 jaar wordt die gemaaid en daarna wordt die ondergewerkt. En dan voldoet hij weer als bodemproductiviteit voor je volgende gewassen. Dus qua duurzaamheid kun je beter niet wezen. Kan er niet beter zijn. Qua natuurwaarde, als ik zie hoeveel vogels en hoeveel hazen en dergelijke in de grasklaver zitten, denk ik dat dat echt wel een positief effect heeft op de diversiteit van alle dieren die er zitten. Daar zijn we ook mee bezig om, want biologisch telen, daar kun je ongetwijfeld ook problemen mee krijgen met insecten, ziekten, andere dingen die van buiten afkomen waar je eigenlijk weinig aan kan doen. Dus we hebben een aantal jaar geleden al besloten dat we bloemenranden telen rond alle percelen. De bloemenranden die staan verschillende soorten bloemen in, waar allerlei insecten in zitten. Wat ook weer natuurlijke vijanden zijn voor insecten waar wij last van hebben. Dus vandaar dat we eigenlijk die bloemenranden handhaven tot september, of tot november, december. En dan pas onderwerken om in het voorjaar weer met een nieuwe bloemenrand te starten. We doen ook nog aan bodem, aan slootkantenbeheer. Dat is ook eigenlijk voor hetzelfde voor de wildstand, voor de insecten. Normaal doen heel veel mensen die maaien de taluds volledig af. Wij doen nu, rond deze tijd, dat is half mei tot eind mei, doen we alleen de koppen maaien van de taluds, zodat al het wild. En op de maaier zit een wildafweerapparaat die geluid maakt met een bepaalde frequentie dat alles schrikt en wegvliegt. En doen we eigenlijk alleen de koppen maaien, zodat we al het jonge spul wat allemaal in mei uit het ei komt, eigenlijk aan leven laten. En dan later pas, half juni tot eind juni, als al het wild vliegvlug is en weerbaar, dan gaan we pas de taluds maaien tot onderin de slootkant. En de toekomst van de rest van het bedrijf. Ik denk dat we een mooie toekomst hebben als we die samenwerking kunnen houden met bijvoorbeeld de Mekkerstee, maar ook nog met mensen die onze producten af willen gaan nemen. Wie weet nog wel in kleinere schaal of grotere schaal, verschillende producten. Ik denk dat er best wel vraag naar blijft en misschien nog wel meer komt. Biologische landbouw en tuinbouw, dat groeit het areaal, maar de vraag groeit ook. Want de mensen die ze gaan toch allemaal meer wat hogere eisen stellen aan hun producten.
Wat ik zeker niet wil zeggen dat de gangbare producten minder van kwaliteit zijn, want dat is echt niet waar. En ook niet dat die zoveel gezonder zijn, daar geloof ik ook niet in. Maar goed, wat de mens vraagt, dat proberen we te leveren. En dat moet je met z'n allen gezamenlijk doen. Ik denk dat er voor alle soorten boeren en tuinders een goede toekomst is. Als we allemaal maar wel een beetje rekening houden met de omgeving en met heel de economie. En dat is eigenlijk wel een beetje hoe ik het toekomstperspectief zie.